De gemeente Hoogeveen werd afgelopen nacht geteisterd door branden. Onder meer ijsvereniging Fios in Hollandse Veld was de dupe. En de rook kwam van alle kanten eruit en het begonnen te vlammen en te doen. Ik zeg, nou, dit is een verloren zaak. Dit is weg. Het was te diep en diep triest. Uitbreiding dakloze opvang om alle mensen een plekje te kunnen bieden. Komende jaarwisseling veel minder dieren in het asiel. En het weer met Loes. In Groen lag vanmorgen een dun loegje sneeuw. Maar jammer genoeg, in Drenthe geen sneeuw te bekennen. En ook de komende dag moeten we het allemaal doen met poedersuiker. Goedenavond. Meerdere branden afgelopen nacht in Hoogeveen. Daarbij werden auto's en het onderkomen van ijsvereniging in Hollandse Veld door vuur verwoest. Twee busjes bij de tennisvereniging aan de Zuidwolderweg raakten zwaar beschadigd. Even later ging een vrachtwagen aan de Vos van Steenwijklaan in vlammen op. Net zoals auto's aan de Lomanlaan, de Bilderdijklaan en de Van Echtenstraat. Een ondernemer zag op beelden van zijn beveiligingscamera dat een man probeerde zijn busje in brand te steken. Dat gebeurde op de Piet Soerstraat. De ondernemer was net te laat om de man te pakken. Ook het onderkomen van ijsvereniging Fios ging in vlammen op. De politie denkt na over extra maatregelen tijdens Oud en Nieuw. Ja, ik zei het net al, in het nabijgelegen Hollandse Veld werd het gebouwtje van ijsvereniging Fios door brand compleet verwoest. Ik zie foto lezen, maar ik zie geen foto meer. Die zijn denk ik ook helemaal weg. Waar mensen op stonden die veel werk hier verricht hebben. Gisteravond om 11 uur, plus minus 11 uur, kregen we via de app. We hebben een Fios-app op de telefoon en daar kregen we een fotootje binnen van een brandje aan de zijkant van het gebouw. Ja, en toen was het direct bed uit, want ik lag net in bed en hierop aan. En ja, stonden er 3 brandweerauto's en ze waren daar druk bezig. En het rook kwam van alle kanten eruit en het begonnen te vlammen en te doen. Ik zeg, nou, dit is een verloren zaak. Nou, de keuken is helemaal weggebrand en, en het dak is helemaal weggebrand. Dus er is weinig van over. Het toilet is nog een beetje in staat, maar ook zwart en helemaal. Het is verloren, kunnen we zeggen. We hadden hem net van zomer weer mooi opgeschilderd en gedaan en bestrating erom toegemaakt. Mooi en voor 2-3 jaar terug is er allemaal een nieuwe auto om toegekomen, zeg maar. Nieuwe planken en helemaal, ja, dat is. De tranen in je ogen als je dit ziet. Dan denk je van, hebben we daar alles voor gedaan? Alles mooi opgeknapt van de zomer. En dan nou dit, ja, waarvoor? De ijsvereniging telt 1500 leden en bestaat dit jaar 65 jaar. 40 jaar geleden werd het clubhuis gebouwd. Een hoop herinneringen zijn nu in vlammen opgegaan. In het begin van dat ik hier op het Hollandse Veld woonde, schaatste ik ook. Kinderen zijn hier groot geworden op de ijsbaan. Dus ja, toch veel herinneringen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Verzekering, maatschappij komt langs en die gaat kijken. Maar ja, dat zal niet allemaal vergoed worden, denk ik. Ja, nou hopen dat het weer opgebouwd kan worden. En dan weer met elkaar de schouders eronder. En tijdens de winter zit de dakloze opvang in Assen vaak helemaal vol. Maar 1,5 meter afstand van elkaar houden, dat is onmogelijk. Reden voor de gemeente om een tijdelijke opvanglocatie te bouwen. Nou, zoals u ziet is dit de tijdelijke opvang. Dit is een ruimte waar een plek is voor 20 bedden. Die zijn ook hier neergezet. Het is een ruimte die is voorzien van een toiletten, zowel voor mannen als vrouwen. Het is wel gescheiden. En wij proberen op deze locatie met name de heren onder te brengen. En de dames en de jeugdigen proberen we op de vaste locatie onder te brengen. Dak- en thuislozen kunnen voor €4,50 een plek krijgen in de nachtopvang van Cosis. Ze krijgen ook te eten, kunnen hun kleren wassen en een douche nemen. Nou, wij proberen alle burgers van Assen en omstreken een droge plek te bieden. Het is niet menselijk dat mensen in de kou, in de regen buiten moeten slapen of moeten doorbrengen. Op dit moment hebben we onvoldoende capaciteit in de huidige locatie. Daar kunnen we 15 mensen herbergen. Maar vanwege de corona verwachten wij een grotere aanloop van mensen. Vandaar dat we in samenspraak met de gemeente naar een tijdelijke oplossing zijn gaan kijken. En uiteindelijk is het dit geworden.
En we hebben naar een aantal alternatieven gekeken in de gemeente. Bij buurthuizen, bij kerken en dergelijke. Maar waar je daar tegenaan loopt is dat je geen sanitaire voorzieningen hebt. Je kan wel naar het toilet en dergelijke, maar je kan daar niet douchen. Uiteraard gelden de coronamaatregelen ook in de opvang, maar het is niet altijd gemakkelijk om die binnen te handhaven. Dat is wel een knelpunt hier hoor. Kijk, het personeel houdt zich daar prima aan. De doelgroep, de burgers, die houden zich daar niet zo goed aan. Een aantal zijn het ook niet gewend om dat te doen. Die zijn juist gewend om, als het koud is, dicht tegen elkaar aan te kruipen, om die manier elkaar warm te houden. Maar hier proberen we dat wel. We benoemen het naar de mensen, we geven ze mondkapjes en dat soort dingen. Alleen niet iedereen kan zich altijd aan houden. Daar spreken ze op aan. De tijdelijke opvang blijft in ieder geval tot 19 januari open. En het hangt van de coronamaatregelen af of hij langer open blijft. Waterschap Hunten en Aas mag dan vrijgesproken zijn van het opzettelijk proberen om bevers en otters te vangen. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. De bevers en otters kwamen vast te zitten in muskusrattenklemmen. Volgens het Openbaar Ministerie eigendom van het waterschap. De rechter vond het niet aannemelijk dat het waterschap de intentie had bevers en otters te vangen en te doden. Maar volgens het OM zijn er onbeveiligde klemmen gebruikt en dat is in strijd met de wet. Het OM gaat daarom in hoger beroep. Je huisdier naar de opvang sturen tijdens de jaarwisseling. Dat doen heel veel families rond deze tijd. Maar dit jaar loopt het anders en vangt het dierentehuis in Drenthe veel minder dieren op. We hebben een paar hondjes zitten. Normaal in deze tijd zou het helemaal vol zitten. Dus dan zouden we zo'n 40, 50 pensionhonden hebben zitten. En nu zitten er drie. Ja, dus dat is echt een gigantisch verschil met normale tijd, zeg maar. Het hondenpension in Bijlen is nagenoeg leeg. Veel klanten die normaal gesproken gebruik maken van het pension doen dat dit jaar niet. Grotendeels natuurlijk de corona, dat mensen niet op vakantie kunnen. Waardoor wij hier gewoon het hele jaar eigenlijk al heel weinig pensiondieren opgevangen hebben. Aan de ene kant wordt de leegte in de opvang dus veroorzaakt doordat we zelf thuis blijven en voor onze dieren kunnen zorgen. Aan de andere kant zijn er rond de jaarwisseling vaak veel dieren die extreem bang voor vuurwerk zijn. Alleen door het vuurwerkverbod natuurlijk komen die honden nu ook niet. Tol kan er nog om lachen, maar het bedrijf loopt hierdoor wel veel inkomsten mis. Kijk, we zijn een asiel. De pensioninkomsten, dat is eigenlijk het belangrijkste om het asielgedeelte draaiende te houden. Daar zijn we die inkomsten voor nodig. Ja, en dit jaar hebben we daar gewoon heel weinig mee verdiend in die zin. Dus wij zijn echt, we moeten aan onze reserves bezig gaan. Ook in het asiel en met name op de kattenafdeling is het nu rustig. Maar volgens Tol is dat gebruikelijk rond deze tijd van het jaar. We krijgen nu minder binnen, dus we hebben ook minder verplaatsing. Er is gewoon veel vragen en wat we zien is dat ook andere asielen momenteel ook weinig hebben zitten. Dus mensen komen nu eigenlijk ook overal vandaan om hier te kijken voor een kat. En dat het in het asiel rustig is, vindt Tol vooral een goed teken. Ja, het pension is altijd leuk als het vol zit, het contact met de klanten en dergelijke. Voor het asiel is natuurlijk het mooiste als het weinig zit, want daar doen we het eigenlijk voor. 2020 stond niet alleen in het teken van corona, het was ook het jaar van de boerenprotesten. Meerdere keren gingen boeren de straat op om te protesteren tegen de stikstofregels en om een eerlijke prijs te krijgen voor hun producten. Na een erg rumoerig jaar. Ik vond de protesten van de eerste en ook met name de 16e mooi omdat het zo massaal was. Ik vind het mooi dat Agrarisch Nederland schouder aan schouder staat en dat ze met z'n allen opstaan. Tegen het onrecht dat ze wordt aangedaan. En ik denk dat dat verenigt. Hè? En dat vond ik heel erg mooi. Door het jaar heen protesteren veel boeren tegen het beleid van de overheid over onder andere de stikstofmaatregelen. Een uitschieter qua demonstraties was voor een groepje Drentse boeren het protest bij afvalverwerker Atero in Wijster. Atero is de grootste stikstofuitstoter van Drenthe. En boeren moeten inleveren om hun heen. En zij kunnen uitbreiden op een vergunning uit het jaar nul. En we zeiden toen, we gaan naar Atero toe. En dan hoeft geen lange actie te wezen. Als het maar even bekend wordt. We hoeven helemaal geen schade te berokkenen aan Atero of wat dan ook. Maar soms moet je even laten zien dat je er bent. De actie kreeg veel media-aandacht omdat de politie en de ME het boerenerf van loonbedrijf Fickert opkwam. De boeren trokken zich namelijk niets aan van het trekkerverbod dat de veiligheidsregio Drenthe ingesteld had. 63 mensen werden gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau in Assen. Dat heeft eigenlijk de actie nog beter doen slagen uiteindelijk. Wij wouden een statement maken en dat is gelukt. Maar ondanks alles is er voor de boeren nog geen doorbraak in de punten die zij graag veranderd zien worden. Stikstof is nog steeds een probleem waar geen oplossing voor gevonden is. En daar wordt nog steeds aan gewerkt. Voor ons als melkveehouders best wel
uitzichtloos, zeg maar. Je weet niet waar je aan toe bent. Het doel is dat we het verdienmodel van de boer aanpakken. En wij hebben ons een stevig doel gesteld dat we dat niet doen door enkel te praten. Wij willen handelen. Het moet gewoon gebeuren. En er moet niet weer 10 jaar gepraat worden over hoe het allemaal beter had gekund en hoe het allemaal anders kan. Het moet anders. En dat lukt alleen als je daar ten volle voor inzet. En ja, de ene keer is daar een protest voor nodig, de andere keer een stevige onderhandeling aan de tafel. En die eerstvolgende onderhandeling staat inmiddels gepland op 14 januari. Pas daarna kijken het Farmers Defence Force en de boeren wat eventuele vervolgstappen zijn. Wat doe je rond Olenay in coronatijd als je in de evenementenverhuur zit? Nou, oliebonbak natuurlijk. Hier in Meppel is zelfs een heuse oliebon drive-through. Misschien wel de grootste van het noorden, want ze bakken deze dag dik 100.000 oliebon. Eens even kijken of ze op schema liggen. Nou, en dat liggen ze. Afgelopen weekend hadden ze nog een beetje last van stormschoden, maar daar hebben ze de komende dag niet bang voor te ween. Vanochtend dan ringt het nog een beetje. Vannacht wordt het even dreugen, maar dat is maar tijdelijk, want tegen ringt het alweer en het is maar zo'n 2 graden. Maar het is een bewolkte dag. De zon komt er waarschijnlijk helemaal niet aan te pas. Er trekken ook wat buitjes over en het is maar zo'n 6 graden. En dan gaan we richting Olenay. Oljaarsdag is een gure dag met maar zo'n 3 graden en lichte regen en motregen. Nijaarsdag trekt de motregen wel weg, maar het blijft bewolkt. Een zotte dag begint met lichte vorst. Verder is het dreuge en rustig winterweer met zo'n 2 graden. Maar geen sneeuw dus nog voorlopig. Wil je iets wit zijn, dan mag je nog poedersuiker kiezen. Dankjewel, Loes. Dit was meer. Ons nieuws kunt u natuurlijk blijven volgen via de app en onze site rtvdrenthe.nl. En daarop leest u onder meer dat inwoners van Noord-Nederland die zijn opgelicht niet het idee hebben dat aangifte doen helpt. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen. Dag.